Welkom bij de screencast voor MBRD 2 OS 10 Mavericks. In deze screencast, waarin we gaan hebben over hoofdstuk 3, het bestandssysteem, gaan we kijken naar de volgende onderdelen. Partitieschema's, bestandssystemen, het partitioneren van een disk, het formateren van een disk, het mounten en unmounten, data wissen, data kunnen schrijven naar een CD of DVD en we gaan uiteindelijk kijken naar de recovery partitie. Allereerst een klein beetje theorie. Hier links zien we een plaatje van een harddisk. Een harddisk die helemaal leeg is, kunnen we niet zomaar gebruiken. Dat is bij Windows of OS X niet anders. We kunnen kiezen hoe de partitietabel van deze hele disk eruit komt te zien. En de mogelijkheden in OS X zijn de volgende. We kunnen kiezen voor GPT, oftewel GUID Partition Table. We kunnen kiezen voor APM, Apple Partition Map. Of voor MBR, Master Boot Record. OS X kan lezen en schrijven naar alle drie de verschillende partitietabellen. Maar een OS X die geïnstalleerd staat op een Intel gebaseerde processor, die kan alleen maar opstarten van een partitiedisk die gepartitioneerd is als GPT. Wat oudere Mac systemen die nog gebruik maakten van een Motorola processor, die kunnen alleen maar opstarten van een Apple Partition Map partitie. En de meeste Windows-systemen maken gebruik van MBR, oftewel het Master Boot Record. Als een disk eenmaal voorzien is van een partitietabel, moet er nog bekeken worden welk bestandssysteem er gebruikt gaat worden. Eén disk, zoals we die hier voorstellen, kunnen we onderverdelen in verschillende partities, oftewel volumes. Het krijgt de naam volume op het moment dat het zichtbaar is in de verkenner of in de Finder. De verschillende manieren waarop we deze partities en volumes kunnen gaan formateren zijn OS Extended Journaled, OS Extended Case Sensitive Journaled, waarbij dat case sensitive aangeeft dat hij dus hoofdlettergevoelig is. Daar wordt dus ook rekening mee gehouden. Een bestand met mijn bestand in hoofdletters en een bestand mijn bestand in kleine letters, dat zijn dus twee verschillende soorten bestanden die allebei op dezelfde harddisk kunnen leven. FAT32 is een voorbeeld van een bestandssysteem en XFAT is ook een voorbeeld. We zullen ze straks ook gaan zien. Om iets met disks en harde schijven en USB-disks te kunnen doen, gaan we gebruik maken van een tool die heet Disk Utility. Die is het makkelijkst te vinden als we via de zoekfunctie intypen Disk Utility. Vervolgens start Disk Utility op en zien we hier aan de linkerkant eigenlijk alle schijven die aanwezig zijn. In dit geval is er een harddisk aanwezig van ruim 42 gig en er is een USB-disk aanwezig van 2 gig. Hieronder zie je dan eigenlijk de volumes. Dus deze harddisk heeft één volume, het volume heet Macintosh HD en de USB-disk heeft één volume, die heet Data. Wat meer informatie vind je hieronder. Zo zie je dat dit volume data, dat het FAT32 geformateerd is. Als ik de Macintosh HD ga bekijken, dan zal je zien dat die Mac OS Extended, oftewel Journaled, geformateerd is. Als ik naar de disk zelf ga kijken, kunnen we zien hier wat de partition map is, namelijk GPT. Als we dat gaan doen bij deze disk, zien we dat het ook GPT is. Het kan dus op verschillende manieren en in verschillende combinaties met elkaar voorkomen. Als we opnieuw de disk hier selecteren en we gaan naar partition toe, dan zien we dat de huidige partitie inderdaad bestaat uit één grote partitie die de volledige disk beslaat. We zien hier de naam, het format en de grootte. Aangezien dit een systeemdisk is waar we van geboot zijn, kunnen we die nu niet gaan aanpassen. Vandaar dat ik een USB-disk ga gebruiken. Deze USB-disk heeft ook één partitie op dit moment. Die heeft de naam Data, is als FAT geformateerd, is 2 gig groot. We kunnen dit gaan wijzigen. Door de partitielayout bijvoorbeeld te kunnen gaan herzien. We kunnen opnieuw kiezen voor één partitie, maar we zouden ook bijvoorbeeld twee partities kunnen gaan maken op deze disk.
Let op dat als je opnieuw gaat partitioneren, dat je alle data die op die disk staat kwijt bent. In dit geval gaan we deze data maken en deze geven de naam backup. Vervolgens kunnen we dus gaan kiezen hoe deze geformateerd moeten worden. In dit voorbeeld laat ik ze allebei op macOS Extended staan. Ik kan eventueel de grootte nog wat gaan wijzigen door of hier wat met deze hendel te gaan slepen of hier exact aan te gaan geven hoe groot die moet gaan worden. Op deze manier. Of andersom. De knop opties hier geeft de mogelijkheid om te bepalen hoe de partitietabel eruit moet zien. Nogmaals, deze partitietabel is voor de volledige disk. Dus je kan er niet voor kiezen om het ene volume een andere partitietabel te geven als het andere volume. Het geldt dus voor de hele disk in één keer. In dit geval laat ik hem staan op GPT. Op het moment dat ik apply klik, zal je een waarschuwing krijgen dat alle data die erop staat verwijderd zal worden, dat deze partitie verwijderd zal worden en dat er deze twee opnieuw gemaakt zullen worden. Hier rechts zie je op mijn bureaublad dat de partitie data gemount is op dit moment. En op het moment dat ik klik op partition zal je zien dat hij het volledige volume gaat unmounten voor een korte tijd, twee nieuwe partities gaat maken en die daarna gaat mounten. Die gaat vrij snel. Ook omdat het een klein USB-disk is. Vervolgens zien we hier de eerste partitie, het eerste volume al komen. En vervolgens hebben we daar de tweede partitie. Nogmaals, dit is dus een USB-disk. Als ik deze USB-disk eruit zou willen halen, moet ik deze eerst gaan unmounten. Op dit moment is er een logische en een fysieke verbinding naar de USB-disk. Namelijk, de USB-disk zit in de USB-poort en er is een softwarematige verbinding, een logische verbinding opgezet tussen OS X en de USB-disk. Als ik ze dus wil loskoppelen, kan ik ervoor kiezen om deze backup volume bijvoorbeeld te unmounten. In dit geval verdwijnt die dus en is de logische verbinding verbroken tussen OS X en het USB-volume. Je ziet hier nog wel dat deze heel lichtgrijs wordt weergegeven. Dus je kan erop gaan voor kiezen om deze opnieuw te mounten. Vervolgens gaan we even kijken naar de Finder. Dan ook daar gaan we die twee volumes terugvinden. Met het eject-knopje, oftewel het unmount-knopje erachter. Op het moment dat ik hier klik op unmount, zal OS X gaan vragen of ik alleen dit ene volume ga injecten of omdat het een verzameling is van één disk met meerdere volumes dat ik ze allemaal in één keer wil unmounten. In dit geval kies ik voor allebei. En zullen alle volumes geunmount worden. Vanuit de Finder kan ik nu deze volumes niet opnieuw mounten, dan zal ik echt de USB-disk eruit moeten halen en opnieuw erin moeten stoppen. Vanuit Disk Utility zijn ze nu allebei verdwenen, omdat ik ervoor gekozen heb om ze allebei te unmounten. De enige manier is nu dus inderdaad om de USB-disk eruit te halen en opnieuw erin te stoppen. Let erop dat je een USB-volume, maar ook een ander extern volume, als een connectie naar een server, altijd netjes unmount voordat je de verbinding helemaal verbreekt. Als ik data wil gaan wissen, kan dat ook op een aantal verschillende manieren. Want eigenlijk kan data nooit gewist worden. Als data één keer op een disk aanwezig is, kan die data niet verdwijnen. Het enige wat je ermee kan doen, is de data overschrijven. Je zou dus voor kunnen kiezen om die vrije ruimte op een veilige manier eventueel te wissen. Dat kan op verschillende manieren. Ik kan deze gewoon heel snel wissen, met andere woorden, er wordt alleen maar aangegeven in de tabel dat die ruimte vrij is. Ik kan er ook voor kiezen om dit op een wat veiligere manier te doen. In dit geval wordt deze data, die vrije ruimte,
overschreven met een 3 keer secure arrays. Dus er komen 3 keer wordt willekeurige data overheen geschreven, nulletjes en eentjes. Ik kan het ook most secure doen, dan duurt het dus ook 7 keer zo lang, maar word ik 7 keer overschreven met willekeurige data. Dat is een hele veilige manier. Als ik een bestand verplaats naar de prullenbak, kan ik uiteraard ervoor kiezen om het bestand op deze manier empty trash om te kiezen de prullenbak leeg te gooien. Ik kan er ook voor kiezen om deze prullenbak op een veilige manier te verwijderen. De bestaande data wordt ook dan overschreven zodat het niet terug te halen valt. Op die manier kan je dus veilig data wissen. Uiteraard kan het via Disk Utility ook met een hele schijf. Als ik bestanden wil gaan opslaan naar een cd of dvd, kan dat op een aantal hele simpele manieren. Eentje laat ik er zien, namelijk in de Finder selecteer je een aantal bestanden, rechtsklik en ik kan ervoor kiezen om deze 14 items te branden naar een cd. Een andere manier is om er een lege cd in te stoppen, waarna de Finder automatisch vraagt wat je ermee wil doen. Op die manier kan je ook bestanden naar die disk slepen en het branden naar disk. De laatste optie die ik wil laten zien is de genaamde recovery partitie. Tijdens de installatie van OS 10 is er een speciale partitie aangemaakt. Dat heet de recovery partitie. Deze is ongeveer 6500 MB groot. En van die partitie zou je dus kunnen opstarten op het moment dat er iets met je normale installatie aan de hand is. In dit geval ga ik de machine opnieuw opstarten en ik hou de Command en R-toets ingedrukt, waarmee ik hem dus dwing om op te starten van de recovery partitie. Vervolgens zien we dat hij opstart met OS 10 Utilities. Dit is de recovery partitie waarbij ik een aantal zaken tot mijn beschikking heb. Ik kan mijn disk utility, de disk repareren of data vanaf halen. Ik kan bijvoorbeeld kiezen om het OS opnieuw te installeren of een restore te doen van een Time Machine backup. Ook zit er in het menu een aantal mogelijkheden waarmee ik Network Utility kan gebruiken of de terminal om een aantal problemen op te lossen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Screencast over hoofdstuk 3, het bestandssysteem.